In de serie Kopspijkers nemen we het nieuws van de afgelopen week weer door met drie mensen die op de een of andere manier zelf deel uitmaakten van dat nieuws. Allereerst is hier demissionair minister van Buitenlandse Zaken, Jaap de Hoop Scheffer. Minister-president Jan-Peter Balkenende. En van het Koninklijk Huis, prinses Laurentien. Ja. Neemt u plaats, prinses Laurentien, dank u wel. Meneer Balkenende, om met u te beginnen. Die oorlog in Irak, die is begonnen. Er wordt door Nederland politiek gesteund, maar niet met militaire middelen. Is dat nou niet een beetje een vaag en onduidelijk standpunt? Ja en nee. Maar ik zie dat we hier te maken hebben met een vredesactivist gezien de zwarte, nee, de witte beton. Ja, dat is van die actie Vierkant Achter de Vrede. Ja, vind ik een sympathiek initiatief, maar het is iets wat wij natuurlijk binnen het CDA niet kunnen steunen. Oh. We hebben daar een tegenactie tegenover gesteld, dat is deze. Oh. Dat is ronduit tegen Saddam. Vind ik ook een open deur, hoor. Jawel, maar ja, goed, als je alle mitsen en maren tegen elkaar afweegt, dan kun je niet anders komen dan eigenlijk tot deze figuur. Dus we willen ze alle hoeken van de kamer laten zien. We zijn bezig met een parallele oplossing. Kijk, iemand als Wouter Bos van de PvdA, die draagt de Rubik's Cube als button. Om te, dat is die button, hè. Daar kan hij elke dag een andere kleur voor zetten. Ja, ja. Kijk, het oordeel en het standpunt van Jan-Peter Balkenende is dan misschien slap en vaag en onduidelijk, zoals u dat zegt. Maar hij houdt zich er tenminste aan. Precies. Maar ja, er wordt nu een oorlog gevoerd waarvoor geen mandaat is. Dus die oorlog is eigenlijk illegaal. Ja, nou, illegaal, dat vind ik een beetje... Kijk, ze mogen zoveel dingen niet, hè. Ik vergelijk het een beetje met illegaal vuurwerk. Ja. Dat mag ook eigenlijk niet. Nee. Maar als je buurman een hele grote tas vol heeft en die gaat het dan afsteken... Nou, dan zou je wel gek zijn als je niet even gaat staan kijken. Niet waar, Jan-Peter? Precies. Ja. Wij staan er, zeg maar, naast met de sterretjes, het siervuurwerk. Precies. Maar we steken het niet af, natuurlijk. Oh, goed. Nou, maar er vallen nu wel bommen uit onze naam. Nou, maar laten we God op onze blote knieën danken dat er gewoon bijna geen slachtoffers vallen. Nou, er zijn al wel burgerslachtoffers gevallen, hoor. Ja, burgers. Als je die mee gaat tellen. Waar ik heen wil, is die wapens. Die wapens die ze gebruiken, die worden steeds groter. Ze gaan nu weer over die Daisy-cutter heen. Ze hebben nu de moeder aller bommen. Ja, ja. Ja, maar ik wil toch een beetje de indruk weghalen, want u begrijpt waar je naartoe wilt. De Amerikanen gebruiken natuurlijk niet alleen maar hele zware, destructieve bommen. Er worden wel degelijk ook hele westerse, beschaafde bommen ingezet. Oh, ja. Zo is er bijvoorbeeld nu een nieuwe bom ontwikkeld. Die komt in een Iraakse huiskamer terecht, maar die gaat niet af. Oh. Maar die gaat ook niet weg. Met als gevolg waarvan er een hele explosieve spanning ontstaat. En is niet te harde. Nee. En dat is de schoonmoeder aller bommen. Ah, ja. Ja. Er zit een chip in met een speakertje. Ja. En als je goed luistert, dan hoor je... Ik wil me nergens mee bemoeien. Maar waarom hebben jullie eigenlijk geen keukenmachine? Ja, ja. Maar waarom hebben jullie eigenlijk geen keukenmachine? Maar waarom hebben jullie eigenlijk in het Arabisch natuurlijk, anders verstaan ze er niks van. Nee, precies. Het is een hele intelligente bom. Maar hou dan toch op de schoonmoeder aller bommen. Nee, niks slechts over schoonmoeders. Nee. Want anders gaat de mijne weer kwaad lopen stamvoeten door het huis. En dat... Nee, als er iets een kamer binnenkomt waardoor er meteen een totaal verziekte sfeer ontstaat, noemen wij dat in de familie een margaritaatje. Oh. Ja. Het is niet voor niets de goedkoopste onder alle pizza's. Maar... Goed, ik wil eens even naar een ander onderwerp. De Margarita-ruil. Ja. Prinses Margarita's echtgenoot die wordt niet geaccepteerd. En ze zijn naar eigen zeggen afgeluisterd. Ja, natuurlijk. Iedereen bij het Koninklijk Huis wordt afgeluisterd. Hè? Oh. Ik word ook afgeluisterd. Maar dan ben ik tenminste blij dat... er iemand naar me luistert. Ja. Maar iedereen wordt gescreend? Ja, natuurlijk. Dat hoort erbij als je bij de club wil horen. Oh. Zelfs de echo's van mijn baby zijn gescreend op criminele ascendenten. Wat? Dan kwam er weer zo'n BVD'er met een pot vaseline en een vingercamera. Die ging Ja. Maar u heet eigenlijk toch gewoon Petra? Want dat heb ik ook gelezen, ik dacht in de Elsevier.
Margriet en Edwin daar die praten in huis gingen over Oranje Nassie, als ze Oranje Nassau bedoelen. En noemen prinses Laurentien Prins Petra. Ja. Ze zeggen ook wel eens prinses, hoor. Ja. Ja. Prinses Peter. Ja, prinses Peter. Begint u nu ook al? Dat zijn het, ja. Oh. Wacht even. Er is meer royalty nieuws. In het dwergstaatje Liechtenstein heeft de koning via een referendum de absolute macht naar zich toe getrokken. Ja. Toekomstmuziek. Ja, ik zeg niet dat Liechtenstein een voorbeeld is, een voorbeeldfunctie heeft voor de koninklijke familie, maar het is wel iets waarvan wij zeggen, zo kan het dus ook. Ja. Jammer trouwens dat Margarita al getrouwd is. Ze zou goed passen in het dwergstaatje. Ja. Als u nou consequent ik bent... Ik zeg dus dwergstaatje, omdat ze zo klein is. Hè? Ik had het gehoord, ja. Oh, miauw. Nou. Als u nou consequent bent, hè, meneer Balkenende, dan bent u ook voor ingrijpen in een land als Liechtenstein. Hoezo? Nou, daar is ook een absoluut heerser nu die zijn land terugbrengt naar de middeleeuwen. Ja. Zoals domme dat zijn. Ja. Dat is dus iets waar we inderdaad politiek achter zouden kunnen stemmen, waarvan wij zeggen de militaire consequenties zijn ons te ingrijpend en te riskant. Het is natuurlijk zo dat Liechtenstein zit in de as van het kwaad met schurkenstaat als Andorra en Monaco. Ja. En als daar ingegrepen zouden moeten worden, dan zouden wij zeker onze verantwoordelijkheid nemen. Dat is misschien niet helemaal rechtmatig, maar het is in ieder geval wel te billijken. Maar wat zit u nou te raaskallen? Ja, daar heeft Jan-Peter de laatste tijd wel vaker last van. Hij is een beetje zijn spreekwoordelijke kluts kwijt, als het ware. Ja, hij kan natuurlijk altijd terugvallen op zijn van God gegeven charisma en verstand en zijn humor. Ja. Maar ja, dan krijg je toch dat de jaren als staatsman een beetje een factor gaan vormen. Ja, ja, want we gaan zelfs stemmen op om dat hij geen premier wordt, maar dat ze een nieuwe CDA-man naar voren willen schuiven als premier. Ja, ja, maar ja, wie zou dat dan moeten zijn? Dat zou dan eigenlijk iemand moeten zijn die contact heeft gehad met Colin Powell. En zo dik zijn die nou ook weer niet gezaaid. Nee. Wat zegt nu ik? Oh, ik zou mezelf natuurlijk nooit naar voren schuiven. Daar ben ik de persoon niet. Nou, dan moet iemand anders maar hallo, doen. Ik zei niks. Maar waarom haal ik dit aan? Omdat ik wil zeggen, ja, populariteit is natuurlijk iets heel vluchtigs. Dat is maar zo weg. Dat merk je nu bij Jan-Peter, die het tijdens de verkiezingen heel erg goed gedaan heeft. Maar nu ineens de populariteit is staan. En dat zien we ook bij Tony Blair. Die al populair was binnen New Labour. En die moet nu werkelijk alle zeilen bijzetten om zijn populariteit nog enigszins op peil te houden. I will follow him. I will follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep. A mountain so high. It can keep me away from my love. Stand by your man. And show the world you love him. Keep showing him all the love you can. Stand by, ha ha ha, hi, you're born in the USA. I was born in the USA. I was born, hit the road, Chirac. Don't you come back, no more, no more, no more, no more, hit the road, Chirac. So, who do you think you are kidding, Saddam Hussein? If you think old England's done, I've got the power. La 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 la. I've got the power. Because I'm bad. I'm bad. You know it. I'm bad. I'm bad. I'm bad. And the whole world has got to answer right now. Till I ask you once again. Who's bad? Tell me. Doe jezelf en je medemens een plezier en stop met performen. Well, you know, at least I tried.